De Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname heeft vandaag de beste leerlingen, leerkrachten en scholen die onder de EBGS resorteren gedecoreerd. De decoratie vond plaats in de Grote Stadskerk. Tijdens de plechtigheid is er gebeden en gezongen. De huldiging van de besten is een jaarlijkse activiteit van de Onderwijsstichting. Directeur Mildred Demon vindt dat er veel meer gedaan kan worden op het gebied van educatie, met als uitgangspunt het geloof. En het geloof zegt ons dat we elkaar positief moeten stimuleren. Van klein tot groot. In het beginjaar van de geboorte kreeg ik de klacht, ja maar alle leerkrachten zetten zich in. Dat klopt. Alle leerkrachten. Maar we kunnen niet hier 900 leerkrachten, want dan moeten we de scholen sluiten. Maar je geeft vanuit de enkelingen die dan dit jaar genomen zijn, spreek je als organisatie waardering uit. Maar met name leerlingen willen we ook bemoedigen, want het is makkelijk. En rekenen is een lastig vak. Geschiedenis is zo saai. Aardrijkskunde begrijp je helemaal niet zo. Niet alleen cijfers hebben geteld om in aanmerking te komen voor een oorkonde, zegt Demon verder. Er is ook gekeken naar wat de kinderen in schoolverband hebben betekend. En dan krijg je dus dat een leerling van de derde klas een bijzondere rol op school vervult. En het valt op. En dan plaats je zo'n kind in een zonnetje. Maar het is ook een bemoediging naar u als ouders. Laat ze nooit los. Hoe groot ze ook denken dat ze zijn. Want u weet, toen wij opgroeiden, konden we ook dat we heel snel groot waren. Directeur Mildred Demon van de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname. Ze sprak vandaag tijdens de uitreiking van oorkondes aan de beste leerlingen, leerkrachten en scholen die resorteren onder de EBGS.